ben Daan Moes, ben 16 jaar en doe aan judo. Ik doe aan judo sinds mijn 7e, dus ongeveer al 9 jaar. Ik train 8 keer in de week en dat doe ik in Heerenveen, Papendal en Enschede. Ik woon zelf in Almelo, ik moet flink wat reizen. Ja, mijn ouders die brengen me overal heen, daar ben ik ze ook heel dankbaar voor. En dat hebben zij er ook voor over voor mij, omdat ik er ook alles voor geef. En, dat is fijn. Voor 2024 wil ik de Olympische Spelen staan. Dat is mijn doel op lange termijn, zeg maar. Daar werk ik dan ook naartoe. Mooi judo vind ik gewoon het spelletje zelf. Je traint keihard voor om op één moment vol te knallen. En ook de adrenaline die er allemaal bij komt en zo. En het winnen, dat is echt heel mooi. Ja. Nou, ik heb niet echt voorbeelden, maar ik heb wel judoka's waarvan ik zeg die ik echt heel goed vond. Dus Mark Huizinga vond ik vroeger echt, dat is wel echt een hele mooie technische judoka. Ja, vond ik echt mooi. Ik moet er best wel wat voor laten. Ik doe ook altijd vroeg uit bed. Altijd veel reizen voor mijn trainingen. En ik moet ook wel andere dingen verlaten, zoals feestjes en zo. Dat doe ik niet super veel aan. Daar heb ik nog niet veel tijd voor. Ik vind judo gewoon staat bij mij op één. En daar ga ik nog vol voor.